Ik ben Anna van Terug naar Eden. Ik ben voor het eerst van dit seizoen weer kaas aan het maken. De meeste lammetjes zijn nu van de moeders af. Dus dan is de melk weer voor ons. En ik wil hier een witte, verse kaas van gaan maken. Het is een soort tussenvorm tussen een harde goudse kaas en verse kaas, zoals bijvoorbeeld mozzarella. En als je nog zachtere kaas richting kwark hebt, daar gaat deze tussenin zitten. Ik kan pas later laten zien hoe deze kaas gaat worden. Want deze moet voor langere tijd rijpen voordat ik hem kan aansnijden. Dus hij zal weer een keer in het filmpje terugkomen. Deze kaas is ontstaan eigenlijk in Duitsland op onze boerderij. Want toen was ik bezig om feta te maken. En ik had nog niet echt een goed recept van hoe je feta moest maken. En ik dacht van nou, feta zal ongeveer wel zus of zo gaan. Maar het ging niet zus of zo. En elke keer had ik geen product wat eigenlijk feta was geworden. Maar ja, het werd wel wat anders. En op een gegeven moment dacht ik, nou weet je, weggooien doe ik sowieso niet. Ik vacuümeer wat ik gemaakt heb. En dat heb ik onderin de la gedaan van de koelkast. Stickertje erop. En ik heb er helemaal niet meer aan gedacht. En maanden later kom ik dat gevacuümeerde stukje zuivel tegen. En dacht, oh ja, dat moest door voor feta. Dus ik denk, nou, benieuwd wat daarvan geworden is. En ik maakte het open en ik sneed het aan en ik proefde het. Het smaakte eigenlijk hartstikke goed. En ja, het leuke ervan is dat het eigenlijk een product geworden is wat ik in Duitsland heel goed heb kunnen verkopen. En omdat ik het ook nog niet eerder, volgens mij heb ik er wel eens over verteld, maar ik heb het volgens mij nooit eerder op mijn kanaal laten zien, dacht ik, is ook wel leuk om een keertje dan die witte verse kaas te maken en dan dat te gaan laten zien. Wat ook mooi is, is dat de eerste slagroom heb ik ook weer kunnen maken van onze geitenmelk. En ik heb hier mijn schaaltje met fruit al klaarstaan. Kijk, het is niet veel, maar het is altijd zo leuk. Dat eerste beetje room met fruit uit de wekpot van onze tuin en een lekkere verse banaan erbij. Nou, ik ga mijn fruit nog even lekker opeten en dan kom ik weer terug als ik wat verder ben in het proces. Ik heb de pan nu uit de hooimadam uitgepakt en het is nu goed gestremd. Het heeft wel een langere tijd gestaan, want ik moest in het vorige moment ook de dieren gaan verzorgen. Ik heb toen gekeken, er was nog niet voldoende gestremd. En ja, dan heb je soms ook geen tijd meer om het af te maken. Dat is met deze verse kaas helemaal geen probleem. Ik heb hem gewoon de hele nacht lekker ingepakt laten staan. En nu uiteindelijk is hij dus wel goed gestremd. Ik zal het ook even van dichtbij laten zien. Je kunt dan wel zien dat de wei er hier bovenop drijft. Tenminste, ik denk dat dat te zien is. Kijk, als ik de lepel er even bij haal, kun je dat misschien beter zien. Zie je? Dit is de wei. En de vaste massa die eronder zit, dat is de vrongel. En dan ga ik het mes erin zetten. Zo kijken of dat met één hand wil. Dit is een speciaal kaasmes wat ik vroeger ook in mijn tobbe gebruikte. Toen ik een wat kleinere tobbe had en handmatig sneed. Dan heb je heel snel de vrongel in stukjes gesneden. Ik doe altijd het laatste stukje haal ik hem van midden uit, zeg maar, naar de rand toe. Want je hebt altijd langs de randen grotere stukjes. En dan haal ik het mes zo naar boven toe. Dan heb ik ook die grotere stukken voor elkaar. Ik zet de camera even terug. Doordat hij nu de hele nacht heeft gestaan in de hooimadam, is hij niet op de juiste warmte die ik hem hebben wil. Dus ik zet hem toch weer even terug op mijn infraroodpit. Dan ga ik het even voorzichtig warm maken naar zo ongeveer 35 graden en dan kom ik er weer op terug. Ik heb een deel van de wei verwijderd. Dat levert weer een lekkere fles op om van allerlei lekkere dingen mee te doen. De pan is nu op temperatuur. De vrongel die laat ik nog 30 minuten rijpen, dus ik pak hem terug in de hooimadam. Dan blijft hij lekker op die temperatuur. En dan half uurtje voorbij is, dan ga ik hem overdoen in een kaasvorm. En dan hoop ik er een lekker kaasje uit te krijgen.
heb flink wel een grote hooimadam gemaakt. Dus ook deze pan van 8 liter. Die gaat er net in. En als ik een kleinere pan heb, dan heb ik hierboven gewoon wat meer stof over. Ik zet hem voorzichtig even aan de kant. Nou, ik liet mijn fles met waaiel zien. Je kan natuurlijk een heleboel doen van melk. Dit is kefir in wording. Het is al bijna klaar, want ook hier zie je al een splitsing van vastere massa en dunnere massa. Dus die kan ik, als het andere restje op is, ook gaan zeven. Dan heb ik verse kefir. Ik heb hier een schaaltje met nog een rest kwark erin staan. Kijk, hartstikke lekker. Hebben we ook alweer in huis. En wat ook leuk is. De eerste asperges uit de tuin zijn er weer. En ja, die kunnen natuurlijk ook met kwark eten. Een hoop mensen zullen misschien de asperges koken. Maar asperges is een van de eerste gewassen die je kopje omhoog steekt in je tuin. En die zitten boordevol vitamine en mineralen. Precies wat je nodig hebt als je de winter achter de rug hebt. Dus je kunt ze eigenlijk het beste gewoon zo direct uit de tuin rauw opeten. Dus ik heb dat al gedaan. Dan zitten de meeste voedingsstoffen er nog in. Ik ben nu zover dat ik de frommel op uitlek heb staan, in de vorm heb zitten. Ik laat het even van dichtbij zien. Wat ik eigenlijk had verwacht, omdat het wel goed gestremd was, dat ik redelijk grovere blokjes frommel gesneden had. Maar toen ik het warmer ging maken en voorzichtig heb doorgeroerd, kreeg ik toch fijnere substantie. Dan is de wei en de vrommel iets meer met elkaar gemengd. Als dat je echt wat grovere brokjes hebt, dan zakt de wei makkelijker uit. Dan doe je dat met een, zoals je dat met goudskaas maken doet, doe je de brokjes vrommel die je bewerkt hebt. Die zijn dan een heel stuk droger als wat ik nu hier heb. Die doe je in de kaasvorm en dan kan het direct onder de pers. Ik heb hier nu een soort van tussenvorm. Ik kon het eerst ook niet allemaal kwijt in de vorm die ik hier heb. Dus ik heb ook mijn andere vorm van 1 liter kaas. Of bedoel, waar je 1 kilo kaas in kunt maken. Heb ik ook het in uit laten lekken. Uiteindelijk was daar de meeste wei uit. Dat heb ik hier alweer onderin. Ik heb ook alweer een fles ermee kunnen vullen. Toen heb ik alles weer over kunnen doen in deze grootte. En nu staat het hier uit te lekken. Dus het wordt een soort kruising tussen die zachte kaas die ik voor ogen had en kwark. Het is ontzettend romig spul. De kleur is ook iets gewijzigd. Want ik had niet zo goed op zitten letten met het pasteuriseren. Heeft het wat langer gestaan en is het wat warmer geworden dan dat ik voor ogen had. Want ik kreeg een telefoongesprek. En daardoor is er wat meer water uit de melk verdampt. En hield ik al een soort van, ja, gecondenseerde melk hou je dan over. Normaal pasteuriseer ik eigenlijk de melk niet. Probeer ik zoveel mogelijk dat rauw te behandelen. Maar nu was ik aan het melken en toen had er een geit precies in mijn bekertje getrapt. Waar ik de melk in aan het opvangen was. Dus toen ja, heb ik dat, die melk heb ik natuurlijk weg moeten gooien. Maar ik heb op het land geen mogelijkheid om het bekertje met water en sop dan weer af te wassen. Dus ik denk, ja, ik heb wel zo schoon mogelijk geprobeerd dat bekertje natuurlijk te krijgen. Maar 100% safe is het dan ook niet meer. Daarom heb ik deze batch toch gepasteuriseerd. En heb ik er ook voor gekozen om dus die andere variant kaas te maken. Die ik nog niet eerder op mijn kanaal heb laten zien. Nou, dit staat nog wel een poosje. Voordat het zover is dat ik ermee verder kan. Ik ga een boodschap doen. Nadat ik boodschappen heb gedaan. Dan hoop ik dat het zover uitgelekt is dat ik er weer mee verder kan. En dan kom ik er weer op terug. Het is nu inmiddels zover dat hij zo ver uitgelekt is dat ik hem in mijn kilovorm kaas heb kunnen krijgen. Het is nog steeds een beetje kwarkachtig materiaal. Ik heb mijn pers klaargezet. Nu ga ik proberen hem onder de pers nog wat droger te krijgen. Je gaat het dekseltje erop. Voorzichtig. Dan druk ik hem voorzichtig aan, want als ik hem te hard aandruk, dan
omdat het nog vrij vochtig is, dan heb je kans dat het vocht via de bovenkant eruit komt, wat niet moet. Het gewicht hangt eraan. Nou, een paar tijdje onder de pers laten staan. Kijken of ik nog wat vocht eruit kan krijgen. Zodat hij toch een soort van vers kaasje krijgt. Nou, je ziet hier onderaan de vorm al dat de wei eruit loopt. Nou, dat beetje wei wat er nu nog uitloopt, dat vang ik niet op. Dat kan de gootsteen in, want ik heb al een hele bak vol met wei. Nou, als de kaas wat droger is, dan laat ik het weer zien. Ik ben nu zover met het kaasje dat hij voldoende lang onder de pers heeft gestaan. Ik heb hem gewoon de hele nacht laten zitten. Ik heb hem tussentijds een keer gekeerd. Nu zie je ook dat die deksel wat verder in de vorm gezakt is. En als ik de deksel er nu uithaal, kijk, dan heb ik ook een stevige kaasje. Dus een verse kaas. Dit is steviger als kwark. En ja, nu ga ik hem dus uit de vorm halen. En dan moet hij nog een tijdje rijpen. En als hij dan rijp is, dan snijd ik hem aan en dan laat ik hem jullie weer zien. Wat je kunt doen, verleden keer als ik zulke kazen maakte, dan haalde ik hem uit de vorm en dan ging die eerst in de pekel. Zodat de smaak van de pekel, het zout en zo in de kaas trekt. Maar als die best wel vochtig is of het lastig is om het vocht uit de vrommel te krijgen, je kunt er ook voor kiezen om de kaas rondom met zout te bestrooien. Dan trekt dat zout ook al wat meer wijn naar buiten. Dat heb ik met deze kaas dus gedaan, zowel de onder- als de bovenkant. Daardoor is die ook mooi droger geworden en een vaste vorm. Dat ik hem uit de kaasvorm kan halen zonder dat hij weer terug in elkaar kiept. Dus dat is nog een tip. Nou ja, wat ik al zei, als hij zover is dat ik hem aangesneden, komt hij weer een keer in een filmpje terug. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien hoe ik deze kaas gemaakt heb. En misschien hebben we er weer wat van geleerd. En misschien dat je ook alweer wacht op het filmpje dat ik laat zien hoe of dat hij uiteindelijk wordt. En dan ga ik hem ook proeven en dan vertel ik weer hoe of dat hij smaakt. Dan bedank ik jullie voor het kijken en misschien weer de volgende keer op mijn kanaal. Dag hoor!